Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe South Park Stick of Truth. En de volgende keer zijn we gebleven bij ongeveer waar een pedofiel ons naakt wilde fotograferen. Waar we net op onze onderbroek werden gered door een man die nu de winkel heeft overgenomen. Op een of andere manier, ik weet niet wat, hoe het met hem zit. Deze man vol met bloed en scarves, ik weet niet meer. Congrats kid, you have your first passport. Ja, yeah. Oké, okay, sure. Dan gaan we even naar mijn kleertjes aantrekken, want ja. Yeah. Die waren uit. Heel veel junk en heel veel haar ook. Ik hoef geen pruiken. Alle nieuwe dingen even langs. Het is eigenlijk iets om te doen, zeg maar, offscreen. Oké, de junkie kan wel. Oké, we hebben onze paspoort, dus we gaan naar Canada. Canada. Moeten we daarheen? Quests. Member pick, hide and seek, waste cash. Ja, oké, naar Canada. Dus moeten we door het bos heen. Oké, dus daar gaan we dan. Oh, wacht, we kunnen nu klein worden. Oké, ik noem dus snuiven en dan kunnen we hier zo onder. Niet? Jawel. Okay. Ja, perfect. Dan kunnen we hier ook dingen meenemen. Een witch hand. Oké, ik geloof het wel. En ik hoor een nazi zombie. Message from Bill. Home, you're gay. Oké. Waarom noemen ze me gay? Oké, we moeten nu het bos in. Om dit ding, ja. G. We hebben een spel. Ja, dat worden we. Friendshow. Die kant op en scheef. Maybe we should just stay put and wait for someone to rescue us. Oh, wacht, er is een soort dingetje als je een bepaalde volgorde doet. Dat je dan. Ik zal het even op internet opzoeken en dan kom ik zo terug. Tot zo. Oké, we zijn weer terug en ik heb hier de code. Het is right, up, right, down, right. Oh, nee, sorry, wacht. En dan zijn we. Oké, wacht. Right. Rechts, omhoog nu. Up. En dan down en right en dan hoort het down en right. Ja, oké, we zijn er. Perfect. We zijn weer in het vrolijke dierenbos. Kijk, ah, lief. Praten ermee? Look at this, y'all. A new kid's coming to the forest to have a soul save. Yay! If you want your soul saved, all you got to do is accept the one true Lord as your personal savior and renounce all others as false idols. You're saved! Praise be to Satan, your new dread master. Now we can all be friends on Facebook. Yay! Hail Satan! Oké, ik heb al super veel Facebook vrienden. Oh, wow. Ik heb veel vrienden op Facebook. 52 friends perk unlocked. Perks. We hebben nog maar 3 nieuwe vrienden voor de next perk. Oké, welke gaan we kiezen, denken jullie? Counterfart. Flick Ace. The damage, Pyromania Healing Wind. Magic attack with your weapon, recover some HP. Nope. Debuffs apply to you one less turn. Less your number. Inflicts one more damage to stun targets. Sucker punch. Ik weet niet wat ik moet kiezen, weet je. Oké, weet je wat we doen, marksman? Meer damage met onze boog. Perfect. Hou van meer damage. Oké, dus nu gaan we alleen maar noord.
naar het noorden toe. Dus we hebben Satan als de enige echte lord aangenomen. We horen nu bij Satan. Hashtag team 66. Maybe we should just stay put and wait for someone to rescue us. Maar dus we moeten alleen maar richting het noorden gaan. Yeah, I think we should probably go that way. Ja. Canada! Hallo, meneer. No, you see? No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Oh, I'll do it. Hold on. What the fuck? Okay. There we go. De ongemakkelijkheid stijgt. Oké, we gaan door. Alright. Oké, we hebben wat we nu hebben gedaan. We hebben Satan aanboden. Welkom in Canada. Holy shit. Het is een oude game. Dit is fantastisch. Kunnen we hier praten? You're not from around here, are you? Wauw. Ze hebben allemaal dezelfde stem. Kunnen we hier dingen kopen? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ja. Oh, moet ik een Canadian money hebben? Weet je wel, doen we sell. En doen we even ons al junk verkopen en Canadian dollar. Dan gaan we even kopen even al onze junk in Canada. En dan krijgen we heel veel geld ervoor. En dan wisselen we later wel om voor normaal geld. Met de USA dollars. Consumables. Back weapons. Oké, dat doen we later wel. Oh wacht, hier kunnen we inwisselen. Dat is wel mooi. Welcome to the Bank of Canada. A whole American money. The current exchange rate is 1.24. Okay, 5 euro uit deze dollars. Oké, en dan hebben we 24 Canadian dollars erbij. En daarboven kunnen we Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ja, dat zei je net ook al. Ja. Kopen. Oké. We're done. Hier kan je zelf van AIDS genezen. Welcome to the Ottawa Clinic. Your health is fully restored and your HIV test is negative. Yes. Oké, perfect. We gaan naar de prins van Canada. Oh, we hebben allemaal van die dingen die we kunnen breken. Yes. Oké, we gaan gewoon naar de All prins. All hail the prince and princess of Canada. Hail, hail. Well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. Oh, I am the Prince passport. Of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Okay, sure. Heading north. Yay, Jenny Canada. Hold it right there! Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? Nah, doe een grote maar. Alright, there you go. You can exit right through there. Well, I would have picked a 5x7. Okay, butters. We hebben gewoon de grote meegenomen. Oké, dus waar moeten we dan heen? Wacht even, waar zijn de quests waar we heen moeten? Quests. Give documents over Winnipeg. Oké, Winnipeg. We moeten naar Winnipeg. Ja, doei. Gedorst! Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever you want with your T's and M's, however. Okay. Oh, hier is iemand dood. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. Sure. Ik ga met mijn magische krachten hier even praten met deze man. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what,
kill off all the Diabans in the north of town, and I'll help you however I can. Okay. Sure, moet ik het weer opknappen. Glad you gotta fight Diabans and not me. Okay. Come here, Diabear. Ah! Okay. Ik kan dit. That was stinky. Okay. Oh ja, in Canada is scheten wat humor. Oké. Dit is weer Scrippy. Wat hebben we nog meer? Sneaky Squeaker, Dragon Shout, Kappenspel. Die wil ik doen. Scheet. Stinky Momentje. En hem even doen. Oké. Hebben we een beetje al damage gegeven en zo. Grossed out. En... Oh, het is maar surrender. Eentje. Or bad stuff will happen. Ja. Jij zegt het, Butters. Ik hoop dat we geen Dire Aids krijgen van deze dieren. Oké. Okay. Hebben ze dingen? Nee, ze hebben geen armor, dus dan kunnen we gewoon dit gebruiken. Klikken, klik, 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 klik. En... bommetje! Kabam! Dan kunnen we nog een firebrand gebruiken of niet. Aanschouw! You think we were too hard on them? Douchebag damage. Ik heb gewoon de twee birds van me dood gemaakt en ze hebben niet eens aan kunnen vallen. Ik vind dat best stoer van mij. Ja, oké, okay, is dit voor me. Oké. Okay. Looten die shit. Oké. Okay. Gaan we terug naar die grote Jarl of Winnipeg en dan. Dan gaat hij ons helpen, denk ik. By Jove, you've done it! Look at all these Diabear pelts! Now I can finally make a Diarobe! Alright, give me that document! Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec! I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most Diarobe in all of Canada. Okay. No, new friends request. No, not the Prince. Wolf, 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 weg wolf. Okay. Doei wolf, hoi wolf, dag wolf. Wat kunnen we eigenlijk hier doen? Woo! Who the fuck just walks into someone's house? Ik ga dit nooit meer vergeten. De most low quality porn van allemaal. Prins! There you are! I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, okay. It's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Okay, dus we moeten zijn ballen meenemen. Okay. Laten we dat maar gaan doen dan. Laten we de ballen van een heilige man afsnijden. Het blijft onder andere South Park Stick of Truth. Nee, is slang. Doei slang. Nil dead toe. Zo, dit is de kerk. Daar is de bishop. Moeten we dit even meenemen dan? Nee, dat werkt niet. Oh, ik zie het al. Daar staat iets op. En dan wat. Yeah! Het is een heel oude game ding, weet je, oké. Okay. Dit voelt als een hele oude game, maar het is heel nieuw. Banff Canadians are quite religious. Oké. Okay. Discus of bleeding. Awesome! Maar ik hou toch maar mijn boog. Oké, okay, Banff! Praise Christ! Praise God! Praise God and Christ! Oké, okay, perfect. Kom. What's this? Who the fuck hits a bishop? Laten we zijn ballen eraf snijden. Assassin! Speed potion. Kabam! Abilities. Heeft hij armor?
I'm tired of being picked on. Ja, hij is wel een beetje arm. Abilities. Gewoon Dragon's Breath dan. Oké, en even kijken wat onze zwaard nu voor damage doet. Dat deed helemaal niks. Professor Chaos. Let's see how you like dealing with me. Let's see how you like dealing with me. Blixen. Remember the golden rule. Yeah. Straight tripping, sir. Love thy neighbor. Okay, and nog even zo'n speed potion op mij. Of douchebag. En dan nu. Ik zat te denken aan nog een fireball. We kunnen het toch doen. Wee, vuurwerk! Ja! Douchebag. Attack again. Recurve bow. He knows not what he does. Kan jij nog een power gebruiken? Nee, dan doen we even een Butter's Hammer. Bijna, we hebben hem bijna. Oh, kom op! Ik pak even een Power Potion. Red Boom! Oh, deze game is allemaal. Fireball. Nu moet je wel sterven, bisschop. Wee! I'll turn the other cheek. Weet je wel, doe jij ook maar een power potion. Doet je goed. Abilities. En nog een Professor Chaos. Help altijd. Let's see how you like dealing with me. Nog een keertje de bliksem. Oké, doe even Fire Sword. Bam. You think we were too hard on him? Oké, we hebben hem. Nu moeten ze ballen eraf snijden. Oké, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Hoe kom je aan die... Oké, neem ze maar. Bless you, my son. It'll be our secret. Wow, good thing I saved these. Oh, dire pig. Hoe komt hij eraan? Oké. Sure, Bishop's Balls, tussen haakjes. Oké, wat voor dingen hebben we? 14 nieuwe friends. Oh ja, we hebben er heel veel nieuwe bij gekregen. Bijna klaar. Inventory, wat? Wat hebben we nog meer? Oké, dat hebben we nieuw. En een witch hat. Ik vind het prima. Oké, we kunnen een upgrade doen. Een fireball. Attack down. Ignores. But does not remove all armor. Oké, dus dat is heel handig. Dat was eigenlijk de reden waarom we het eigenlijk kapot maakten. Dus als we die hebben, dat is helemaal mooi. Oké, dan hebben we alles. Nu moeten we weer terug naar die prins en hem zijn ballen geven. Nee. Doei. En dat is een beer. Oké, zo. Message from Barry. Having moments of doubt, FC then exists. Why does good things let the good things happen? Now cheer up, y'all. If you didn't give the hope, I should have crossed the dreams. Okay. Wauw, gewoon. Hij zijn een hele satanistische orde, die kleine, lieve, schattige animals. Okay. Is he dead? Did you kill him? Yes. Yay, the bishop's ball! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the Minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Nee, je bent een asshole, prins. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the duke this. Hurry now. Okay.
een kutscheetje gelaten. Ja, oké. Okay. Dus we gaan naar beneden. Gewoon laat geen scheten met je vagina. Laat scheten met je. Vancouver, Winnipeg. Oké, waar is Quebec? Waar is Quebec? Ben, Vancouver, Winnipeg. Oké, we gaan naar Vancouver. Volgens mij moeten we een of andere over Powder Super Scheet gaan leren hier. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Twee monks. Only they could train you in such sorcery. Ik heb zo'n idee wie dat zijn. Het geluid iets harder zetten. Oké. Ik heb zo'n. Oké, het zuiden van de town. Ik heb zo'n beetje een idee wie dat zijn. Terrence of Philip, yeah, perfect. Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terrence. About. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Okay, dus we moeten hem even onze scheets laten zien. And dragon shout. No! No! Okay. Kap een spel. Stinky Momenki. What is the sound of one anus farting? Now you know! Okay. Sneaky squeaker. That was stinky. Who are you? Wat, waarom werkt het niet? Je moet gescheten op ze laten. How did your ass learn such incredible magic so easy? He knows dragon shout! Oh, any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Yeah, that's funny. He is with a witch's spell. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fares? The sneaky squeaker. Yes, very impressive. Sure. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Okay. Oh nee, dat is goor. Wat, wat? Waar zijn we? Your magic is impressive, young American. Not since Eric von Thunderpass of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Morpheus. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Here, watch again. Oh. Now you try. Believe in yourself. Geloof in je anus. Oké. Okay. Bam. That's it. Now let us see how Nagasaki works in battle. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki. Yes! You have the power! Ik kan een superscheet laten. En ik word wakker. You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind. Leer de nieuwe and don't part. Ever, ever fart on a man's balls. Ja, oké, dat had ik al gehoord. Dan heb ik ook een eed gezworen. Ik had gezworen nooit op iemands bal te scheten, want dat doe je gewoon niet. Dat doe je gewoon niet. Dat hoort gewoon niet. Nee, dat mag niet. Oké, dus nu moeten we de superscheet gebruiken in Nagasaki om dat ding kapot te maken. In de grotten daar. Nope, nope, nope. Oké, daar langs. Oké, even laden. En nu... Kijk, die gozer die spreekt Frans. Wee, wee, wee. Céleste, mauvais. Hallo? Asuko! Oké. Nagasaki moeten gebruiken. Waarom... Oh, wauw, een scheet atoombom is dat. Hey, hey, doei, hey. Oké. Okay. Oké, we zijn langs.
Barbarian Armor. Praat met deze man. Je suis libre! Je suis libre! Oh. N'avez-vous besoin de quelque chose traduit? Ok. Cela se traduit par cela. Cela se traduit par cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Ok. Ik zal de vertaling even doorzetten voor als je die begreep. En rennen weer. Oké. We're good. Oké. New message from the Prince of Canada. Oké, dat was een beetje tijd. Having moments op de... Oké. You're a true hero of Canada. Oké. Dus we gaan nu naar buiten. Dire. Dus we moeten nu langs de grens. We gaan weer naar Amerika toe. Oké, we zijn weer terug. En hier ga ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. De volgende keer zien jullie hoe we de meiden gaan helpen. En hoe ze aan onze kant gaan staan. En we klein op ze donder gaan geven. En hoe we de nieuwe superscheet gaan gebruiken in battle en zo. Dus bedankt voor het kijken. Spreek veel Frans. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je gewoon sowieso de dingen leuk vindt op ons kanaal. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer met meer South Park The Stick of Truth. Douchebag uit.